Fietsen jouw kinderen ook zo veilig naar school? Laten we een kijkje nemen in Hilversum. In het centrum van het dorp Hilversum probeert om 8 uur 's ochtends iedereen tegelijkertijd per vrachtauto, gewone auto of fiets langs het centrum van Hilversum te komen. Voordat u dit wonderbaarlijk stukje verkeer van slechts 50 meter gaat begrijpen, laten we eerst even uitzoomen waar we zijn. In Hilversum zijn 17 middelbare scholen, 25 basisscholen en circa 10.000 kinderen dagelijks op de fiets. Dan het belangrijkste punt om überhaupt te begrijpen waar dit over gaat. Op een afstand van nog slechts 50 meter bevinden zich 4 kruispunten bij elkaar. Dat betekent in concreto dat er dus 4 keer 4, 16 richtingen zijn. En daar met veel vrachtauto's, bestelauto's, maar met nog veel meer fietsers tegelijkertijd doorheen gaat, dat er zich dan enige problemen voordoen. Daar gaat het zeg maar mis met fietsers die hier er doorheen proberen te komen. Daar is het bijna raak. Boom, boom, boom. En dan staat iedereen bovenop elkaar. Dus ik heb dit nog nooit gezien, dit. Bizar, hè, dit? Hier zie je de auto bijna raak. Maar deze auto heeft dus op 4 punten 16 keer kans om mensen te raken. Terwijl er hier veel meer fietsers overheen gaan dan auto's. Van de bovenkant zie je de 4 kruisingen vrij duidelijk bij elkaar. En van de bovenkant zie je dan ook weer hoeveel ruimte 1 auto of 2 auto's eigenlijk innemen. En die kunnen niet op die kruispunten stilstaan om te wachten voor het een of het ander. Terwijl massa's fietsers heel makkelijk eigenlijk deze overgang kunnen nemen, indien er niet tegelijkertijd op 4 kruispunten ook auto's en bestelauto's en... Jongens, ik geef het gewoon op. Hilversum is te ingewikkeld. Ga zelf kijken om 8 uur 's ochtends. Het is echt niet te doen om dit in beeld te krijgen. Ik stop.